heb een burrito gekocht bij de Albert Heijn. En hoe oud ben je? Ik ben 14. Het lukt 2 op de 3 jongeren van onder de 16 jaar om alcohol te kopen in Zeeland. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de projectgroep Zeeuwse aanpak van jeugd en alcohol. Nou, daar zijn we toch wel van geschrokken. We hebben een voedsel- en warenautoriteit die controleert ook. Die houdt ook toezicht bij supermarkten en slijterijen. Maar misschien is dat nog wel onvoldoende. En ik denk dat we überhaupt gewoon in die samenleving het onderwerp nog veel belangrijker moeten maken. Doe je dat wel vaker, zo de drank kopen? Jawel, soms lukt het. Wat moet je doen om het te laten slagen? De mensen liever aankijken. De 4e editie van de Delta Tour Zeeland is vanavond van start gegaan in Vlissingen. De proloog, met een lengte van 3,8 kilometer, werd net als vorig jaar gewonnen door Jos van Emden. De Rabo-renner finishte in 4 minuten en 37 seconden, 17e seconde voor de Duitse Skill Shimano-renner Marcel Kittel. Van Emden rijdt morgen in de leiderstrui in de etappe van Middelburg naar Goes. De slotetappe vindt zondag plaats en begint en eindigt in Terneuzen. Judith Stap uit Middelburg heeft tijdens de eerste dag van het Open Nederlands Kampioenschap zwemmen in Eindhoven zilver gewonnen op de 400 meter vrije slag. De zwemster zwom in 4 minuten, 16 seconden en 74 honderdsten bovendien een persoonlijk record. Manon Minnebo uit Vlissingen veroverde samen met 3 andere zwemsters het goud op de 4x100 meter vrije slag. Over precies een week staat het hier op de Brouwersdam bomvol mensen. Vandaag is begonnen met de opbouw van Concert at Sea. Wat wel echt veranderd is, is het hele decor. Het heeft een echte beachgevoel. Dus alles, de bannering is niet van mesh, maar het is echt van hout. Dus dat is wel heel mooi. Wat we dit jaar ook hebben, zijn toiletten. Spoeltoiletten. Dus geen vuile dicties meer, gewoon echte heuse spoeltoiletten. Fantastisch toch?